sorry, ik moest even over nadenken. Ik ben Maarten Heijmans en ik speel de rol van Marco in Arcadia. Dr. Simons, schild, we hebben machtiging voor arrestatie. Marco werkt bij het vizier. Dat is in Arcadia zeg maar de controlerende macht. De mensen die alles onder controle houden. En hij is daar regulator, een soort rechercheur zou je het kunnen zeggen. En hij, Marco, die controleert de burgers van Arcadia. En die zorgt dat ze binnen de lijntjes blijven. De waarheid is belangrijk in Arcadia. Ja, dat weet ik. Het is ook belangrijk dat je elke overtreding meldt bij de autoriteiten. Zelfs als die regels worden overtreden door familieleden. Het hart van de serie is eigenlijk de familie die je volgt. En de moeilijkheden waar ze doorheen gaan. En Marco is eigenlijk het obstakel. Hij wordt geïntroduceerd als een soort van antagonist. Maar het blijkt dat dat eigenlijk ook weer heel anders zit. En dat maakt weer een hele ontwikkeling door. Heb je dus last van beroepsdeformatie, pap? Die man heeft jarenlang de scores van zijn dochters kunnen manipuleren. Knap. Is niet knap. Het is misdadig.